Wij zijn hier vandaag bij Kenna aan de Groesbeek. Daar gaat Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, een gesprek aan met de switchers. Nou, switchers zijn mensen die eigenlijk van hun huidige beroep overgezet zijn naar de zorg. En de vraag is van, ja, hoe gaat het ze vanaf? De reden waarom we begonnen zijn met het project Carrière Switches is omdat het steeds moeilijker is om goede medewerkers te krijgen op de arbeidsmarkt. En het gaat er vooral om dat je de goede persoonlijkheid hebt. Het gaat er vooral om dat je sterk in je schoenen staat, dat je ondernemend bent en dat je inlevingsvermogen hebt met cliënten. Dat is het belangrijkste. En er zijn nog genoeg mensen die graag in de zorg willen werken. En we dachten, dan gaan we zelf mensen opleiden. Bijna 30 jaar in de sales gewerkt en dan werk ik bij de Hoenelo Groep in de jeugdzorg. En ik wou deze overstap eigenlijk al heel lang maken. Ik had dat lang geleden ook al gedacht, toen niet gedaan. En precies op dat moment kwam eigenlijk het project voorbij. Dus dat kwam eigenlijk perfect getimed. Dus toen heb ik gesolliciteerd en aangenomen. U bent het ook geworden? Ja, ben aangenomen. Ja. Zorginstellingen kampen met een personeelstekort. Kan een project als Carrière Switchers daar wat aan veranderen, denkt u? Carrière Switchers, dat is het, ja. Maar het is een geweldig mooi project. Het is echt een geweldig mooi project. Ik vind het heel bijzonder dat het is gelukt om zoveel mensen van buiten de zorg te interesseren voor het werken in de zorg. En wat Plurijn heeft gedaan is volgens mij heel erg bijzonder. En ook echt voor andere werkgevers een geweldig goed idee om na te volgen. Omdat je een hele grote groep mensen interesseert voor het mooie werk in de zorg. U bent een carrière switcher? Ik ben inderdaad een carrière switcher. Ik was ondernemer. Op een gegeven moment komt u een bepaalde leeftijd. En dan denk ik van ja, misschien is dit nu het moment om die switch te maken naar eigenlijk datgene wat ik eigenlijk altijd had willen doen. Omdat ik graag met mensen werk en sociaal-maatschappelijk betrokken ben, doe ik met veel passie en met veel plezier. Dus ja. Hartstikke mooi. Ik zit op mijn plek. En wat me verder opviel is dat iedereen eigenlijk heel goed kan vertellen waarom die voor de zorg heeft gekozen. Iedereen heeft daar een mooi verhaal bij. En soms waren het al hele oude dromen, zou je kunnen zeggen. Soms al van 10, 20 jaar geleden. Een wil om ooit nog eens een keer in de zorg aan de slag te gaan. En kennelijk is dit het moment geweest waarop men dat echt is gaan doen. Dus ja, heel bijzonder. Dus ja, volgens mij is het aan alle kanten een geweldig mooi project. Dank wel voor dit interview en ik wens u nog een fijne dag. Nou, geweldig. Dankjewel.